Een van de methodes om risico te verminderen is om meer te beleggen in veilige havens. Traditioneel zijn dat vooral goud en cash. Maar in deze cyclus zijn beleggers daar veel minder mee gebaat. En waar moet je het dan zoeken? Het probleem met cash voor Europese beleggers is dat je er niets aan verdient. En na inflatie eraan verliest. Dat wil zeggen dat je reëel rendement negatief is. Bij negatief renderende obligaties kun je nog kapitaalwinst maken als de koers stijgt. Maar dat is voor beleggingen in cash niet het geval. Dus wat in cash belegd is, maakt gegarandeerd een verlies. Dan moet je je al grote zorgen maken om alle markten om veel in cash te parkeren. Goud is een ander alternatief, vooral als de inflatie stijgt. De prijs van goud fluctueert en kan in theorie compenseren voor inflatieontwikkelingen. Maar historisch gezien houdt goud alleen op hele lange termijn zijn waarde. Er zijn bijvoorbeeld Amerikaanse studies die aantonen dat Romeinse soldaten ongeveer evenveel verdienden als Amerikaanse militairen nu, als je het in goud omrekent. Het probleem met goud is dat er andere opties zijn die aantrekkelijker zijn. Het is wel zo dat de inflatie stijgt in de VS, maar daarom stijgt ook de rente. En dus kun je steeds meer verdienen door je geld gewoon op een bankrekening te zetten op korte of zelfs langere termijn. En waarom zou je dan in goud investeren waar je geen rente op krijgt? Dan moet je al een reden hebben om een hogere intrinsieke prijs voor goud te verwachten. En die renteverwachtingen hebben ook een invloed op de dollarkoers. Dus het is niet zo gek dat de dollar en de goudprijs vaak een spiegelbeeld van elkaar zijn. Als de een omhoog gaat, gaat de ander omlaag en omgekeerd. Alleen als de autoriteiten de controle over de inflatie helemaal kwijt zijn, is goud vaak een goede hedge tegen inflatie. Maar als je verwacht dat de inflatie meer gaat stijgen dan de markten in hebben geprijsd, kun je beter geïndexeerde obligaties kopen. Dan heb je een veel preciezere hedge. De stijgende rente in Amerika verklaart ten dele waarom er op het moment zoveel shortposities in goud in de markt zijn. Maar dat wil niet zeggen dat de goudprijs zeker verder valt. Als er steeds meer beleggers in dezelfde hoek zitten, hoeft het sentiment maar een beetje te verbeteren om de prijzen omhoog te duwen. Als goud of cash niet zo aantrekkelijk zijn, wat dan wel? We hebben nu zoveel goede jaren achter de rug dat het steeds onwaarschijnlijker wordt dat het nog langs verder gaat. En daarom neemt de drang naar zekerheid en voorspelbaarheid toe. In zo'n situatie denken wij dat een mix van verschillende beleggingscategorieën, die allemaal op een eigen manier aan de stabiliteit van een portfolio bijdragen, beter werkt. Vooral belangrijk is om ervoor te zorgen dat de verschillende beleggingen niet allemaal hetzelfde gedrag vertonen. Met andere woorden, dat ze of negatief of niet gecorreleerd zijn. En daarom kijken wij, behalve naar goud en cash, ook naar andere alternatieve beleggingen. En dat kan van alles zijn. Infrastructuur, leasing, alternatieve beleggingsstrategieën zoals long-short aandelenstrategieën, vastgoed enzovoort. Het is dan zaak om goed bij te houden of de managers van dit soort fondsen ook doen wat ze zeggen. Als de rendementen van zulke fondsen hoger of lager zijn dan wat je zou verwachten, gezien de aanpak van de managers, klopt er iets niet. En dan zit het erin dat je portfolio zich anders gaat gedragen dan je gepland had. En wij willen ook weten waar zulke fondsen precies in investeren, zodat we ervoor kunnen zorgen dat er genoeg spreiding in de beleggingen zit. En we het op tijd weten als er ergens politiek risico of zo aankleeft.